En wat is 100% vet precies? Bedrijf gevestigd in Enschede. En wij ontwikkelen custom oplossingen voor allerlei klanten. En in dit geval voor de gemeente Almelo. We hebben een oplossing voor het bijplaatsen van afval naast deze containers ontwikkeld. En we hebben dat genoemd het hete daadje. En wat zit daar nou voor filosofie achter? Het is echt iets heel innovatiefs. Je ziet dat hier vooral een gedragsvraagstuk aan de orde is. En wat is die oplossing precies? Nou, aan de container zelf is een ring bevestigd met LED-strips en een speaker voor geluid. Enkele sensoren die kunnen waarnemen of er afvalzakken geplaatst zijn. En op het moment dat je een afvalzak hier naast de container plaatst, dan gaat er een alarm af en dan krijg je de melding te horen van: plaats alsjeblieft uw afval in de container. Nou, we hebben dit als pilot, als eerste gemeente van Nederland. En we gaan kijken hoe dit gaat uitpakken. Ik neem aan dat de installatie uitgebreid is getest. Jazeker. En daar gaan we de komende tijd nog steeds mee verder. De timing van dingen, volume, lichtanimaties, alles wordt nog gemonitord en blijven we doorontwikkelen. Ik stond hier links van dit lijk. Het geluid wat je hier hoort is een combinatie van een pieptoon en een stem. En hij geeft aan van hey, de laatste zak in de afvalbak. Ik zal nu even de naast zo zetten, dan heeft hij nu de zak gedetecteerd. Gooi je afval in de afvalbak. Gooi je afval in de afvalbak. En op het moment dat je hem weghaalt, controleert hij het. Bedankt. En nu heeft hij bedankt gezegd. Dus eigenlijk iets heel simpels, maar vooral om het goede gedrag van mensen te stimuleren. En dat gaan we uittesten of dit een manier is om op deze manier mensen te stimuleren. Vooral de zak in de bak te doen. Wat zijn uw verwachtingen? Ik ben aangeslagen op dit idee. Want als we daar in Almelo ook landelijk een mooi voorbeeld mee kunnen hebben, dan heeft iedereen daar wat aan. Dus ik ben hooggespannen van de verwachtingen. We gaan de komende maanden zien hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Maar ik ben er erg enthousiast over. Het systeem moet zich natuurlijk in de praktijk bewijzen. In die zin dat mensen geen afval meer bij de milieueilanden zetten. Ja. En dat is letterlijk het doel van de test die we nu aan het doen zijn. We blijven samen met de gemeente Almelo hier de boel in de gaten houden om te kijken wat ermee gebeurt en of het inderdaad werkzaam is. Nou, hoeveel tijd vindt de evaluatie plaats? Dat is afhankelijk van de komende periode wat gemeente Almelo betreft. Daar gaan we dus op basis van de komende weken gaan we daar een beslissing over maken.